Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vandaag in deze vlog gaan we naar Knokkerij SM's aan de zee. En ja, we gaan nog straks vertrekken om 9 uur. Het is nu 8:30 normaal gezien. En we hebben de trein om 9 uur, we moeten nog ons kaartje en komen en al die zever. Maar hopelijk overleven we het, hopelijk gaat het niet dood. En ja, hopelijk wordt het leuk vandaag. Ja mensen, we zijn hier aangekomen in Brugge en ja. We gaan de trein at 10:08 AM. We hebben een paniza, of hoe dat ook noemt, gekocht hier in Brugge. We zitten nu op de trein. We zijn aangekomen in Knokke. Ja, het is keer. Maar ja. Je hebt hier dat station en ja, het ziet er gewoon raar uit. Jullie hebben even als sfeerbeelden gezien met mijn DJI Osmo gefilmd. Hopelijk vond je dat mooi, dat keer je mening achter. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik het redelijk goed uittest. Ik heb het ook uitgetest en ik ben maar hier beter. En we gaan nu waarschijnlijk naar het strand. Hier even lopen en dan naar het strand. Of naar wat winkels, ze zitten nu ook in de winkelstraat. En dan is hier vlak bij het station en dat is echt leuk. Het plattegrond. Ja. Korte duinen, kalfduin, ja, boeit niet. Fuck, ze hebben hier Intertoys. De games zijn hier fucking goedkoop. Kijk, voor de Xbox. Wij ruimen op. En hier de PlayStation. Allemaal solen, 20. Het is normale prijzen voor een keer. Oh, by the way, dit hier. Dat is een oud spelletje voor maar 24 euro. Buy or not. We zitten nu op een terras. En we hebben een cola besteld. En ja. We gaan dat opdrinken, maar ja, dat doe je anders op het terras. We zijn nu redelijk dicht bij de dijk. We gaan hier nog wat rondlopen, daar heb je ook nog winkels. Ik weet niet van waar, maar ja, we gaan even naar de dijk. Dan gaan we naar daar en ik weet echt wel wat dat moet zeggen, maar volgens mij doe je dat. We zitten in Zouten, in het rijke Tata gedeelte. Normaal is er ook een Louis Vuitton en al zo'n ding. Maar we hebben nog maar één superhoor te zien, een Bentley, wat dat redelijk normaal is. Louis Store. Ja, dit is veel te duur. Ja, een tasje. Oh, damn, dat is wel vet. We zitten in de Pito en ik heb een kapsalon. We zitten hier nog even te rusten op een bankje. En ik ga even dit drinken. Deze lekkere Monster Punch. We gaan dat straks naar de kuitvat om foto's af te printen. En ja. Je t'aime. Nu nog even de kerk binnen. Ik ga er ook wat sfeer bij om van maken. Dus geniet ervan. Floor en shit. Er staat hier even een random BMW stand. Ja, en er staat hier ook een fucking vette auto. De 3.0 CSL, dat is deze. Ja, gewoon ook deze. Is dat vet, man? Is dat nice? Bij de geil. Nice. We zijn nog vet. Dure waggie, dure waggie. We zijn weer station gespawnd en ja, ik heb dit gekocht. Omdat het gewoon, ja, vette nostalgie is. Ik moest dat spel maar doen. Maar anyway, we gaan nu weer naar huis. En ja. Dan zie ik jullie weer huis. Wat krijg je? Dat is natuurlijk de game. Rare stickers. Een rare koningin die je waarschijnlijk gaat vermoorden in de nacht. Nog een psychopathische pinguïn die je ook gaat vermoorden waarschijnlijk in de nacht. Het is het eerste portaal van hun dat ik tot nu toe heb gezien. En ik krijg ook nog een rare dildo. Zo, ik snap er ook geen kut. Ja mensen, we zijn een dag verder. En mijn huis staat op postfeest achter dit hier. Van Bakshop, pakketjes. Is een nieuwe microfoon om interviews te doen en een popfilter.
Dus voor de mensen die afvragen wat heb ik besteld. Dat is 1, een microfoon voor mijn telefoon. Voor de interviews. En popfilters. Het ziet er lekker penis uit. Oké, mijn lieve kinderen, we gaan nu die imic tok tok. Eerst doe je dit zo langzaam open. Oh, dat ging snel open. Het is de microfoon. Ja, het is simpel verpakt. Maar wel goed. Zoals je ziet, is deze microfoon, deze knop, weet ik niet wat dat is. Dat is geen knop. Dus dit is een microfoon, het is een kleine stok. En je moet dat aansluiten met je telefoon. Het is wel raar, ik heb er 6 besteld, maar er zitten er maar 5 in. Dus ik hoop dat jullie mij nu hierdoor horen. Dus dit is de geluidkwaliteit van de microfoon. Ik weet het, dat was ook geen goed Nederlands, maar... Waarom heb ik er geen popfilter op? Maar anyway mensen, dit is het voor deze vlog. Hopelijk horen jullie mij goed. Hopelijk is alles helder en clear. Volg me op social media. Instagram, Snapchat, YouTube. Zet het belletje aan. Zet het, dat is je kastbelletje aan, zoals ik zei. Like deze video, abonneer. En dan zie ik je de volgende video. Ja, joe!